Regelmatig vertel ik in mijn presentaties aan horecaondernemers, hotelketens, zorg, scholen, dat ze met hun koffieconcept relevant moeten blijven. En relevantie zit hem in wat ik wil en wat jullie willen. Dus voor mijn vlogs geldt ook, misschien moet ik ook relevant blijven en mijn concept gaan aanpassen. Dit is vlog 105 alweer. Daar ben ik trots op, maar ik wil wel beter worden. Dus aan jullie de vraag, wil je alsjeblieft hieronder reageren. Wat vind je? Moet het korter? Moet het langer? Moet het meer over koffie gaan? Moet ik andere mensen meer aan het woord laten? Moet ik minder mijn kinderen laten zien? Minder van mezelf? Zeg het maar. Al je reacties die ik hieronder vind, die pak ik mee, want ik wil namelijk relevant blijven. Het moet altijd leuker en altijd beter. Ik ben benieuwd en ik kijk uit naar jullie reacties. Het is vandaag vrijdag. Ik ga de week heel mooi afsluiten. Ik mag vandaag bij Douwe Egberts een presentatie doen voor een hotelketen, landelijk hotelketen. Die meer met koffie wil doen, op een andere manier. Nou, als het op een andere manier mag, dan kom ik in actie. Hè? Jeroen! Ben je niet aan blokken, hè? Maar ik denk dat... Heb je gezien in het Albert Heijnblad? Oh. Heel leuk! Mijn verhaal met koffie is altijd tweeledig. Kijk, aan de ene kant snap ik dat koffie belangrijk is. Mooi, inkoop, duurzaamheid, het hele zootje begrijp ik als geen ander. Maar wat ik ook als geen ander begrijp is dat een hotel of een restaurant of een café moet ook koffie kunnen verkopen. Dus je moet ook rendement kunnen maken met je koffie. Dus enerzijds is er veel behoefte aan dit. Maar dat kun je niet op iedere locatie doen. Ik vertaal dat dan naar... Bijvoorbeeld dit. Of dit. Of dat. En dat zijn echt niet al mijn eigen ideeën. Dat zijn ideeën van anderen. Ik ben ook weer geïnspireerd door andere mensen. En ik vertaal die door in concepten naar hotels of restaurants, et cetera. Zodat ze het gevoel kunnen geven aan de gast. Hé, wij zijn echt serieus met koffie bezig hier. En dat ze ondertussen alles mise en place voorbereid in de koelkast kunnen zetten. Klontje ijs erbij. Dekseltje erop. Schudden maar. Je hebt gewoon koffiebeleving. Mijn mening. Hey, nou vertelde jij vroeger altijd, eigenlijk bartender, ja. Toen kwam koffie erbij, ja. En nu sta je met thee op feesten en partijen. Maar horecaondernemers, wat kunnen die hier nou mee? Want is dit snel, is het makkelijk, is het... Het mooie van dit is dat het gewoon eens een keer wat anders is. Koffie, dat kennen we. He, koffie is, als je het goed op een goede manier doet, dan is koffie een heerlijke drank. Maar thee, dat neemt momenteel een gigantische vlucht. En vooral thee en dan op basis van ijs. Dus lekker koud, lekker fris. Op deze manier gepresenteerd. Dat is voor de horecaondernemer supergoed. En waarom? Je kan het van tevoren maken. Dus het is niet al een minuut, je maakt het van tevoren. Je laat het trekken, op tijd de theezakjes eruit halen. En het fruit erbij. Blokjes ijs erin en je kan het uitserveren. En buiten dat, de gasten die binnenkomen, die zien dat er wat staat op je bar. Dus je hebt sowieso een gesprek en mensen vinden dat heerlijk. Dus ik denk dat dit een hit is in de zomer. En je kan ontzettend mee combineren met alle verschillende fruitsoorten en smaken. Dus ik zeg op naar een goede zomer. Je deed net? Nou, een mic of anderhalf. En foodtrucks is momenteel helemaal het toverwoord. Dus ik denk bij mezelf... een keer een brandweer. Nou, als er een echte brand is van een goede hittebron, dan kan ik binnen een half uur ter plaatse en meteen bereikbaar. Wat het mooie is, de machines die staan kant en klaar. Dus stroom erop en rock'n'roll. Dus dat is perfect.